Beste kijker, de Stichting Statiekefonds is weer bij u in de huiskamer met uw eigen programma SZF Magazine. De onderwerpen zijn verlenging, verzekering, ambtenaren en gepensioneerde ambtenaren, restitutie aanvragen, 17 mei, Wereldhoge Bloeddrukdag, bekendmaking, SZF Hoofdapotheek en SZF Fitness Workout. Wij wensen u veel kijkplezier toe. Wat heeft u als ambtenaar nodig voor verlenging van uw verzekering? Benodigdheden voor verlenging van de ambtenaren. Het aanmeldingsformulier voor verplicht verzekerden. Afhalen bij PZ van uw ministerie. Een geldig identiteitsbewijs, ID-kaart, rijbewijs of paspoort. De laatste loonslip of een recente werkgeversverklaring. Zodra een ambtenaar uit de actieve dienst treedt en daarop aansluitend in het genot wordt gesteld van een pensioen van het Pensioenfonds Suriname of onderstand van het ministerie van Binnenlandse Zaken, moet hij of zij zich bij het SZF aanmelden. Ook al is hij of zij nog in het bezit van een geldige SZF-kaart. Benodigdheden voor de gepensioneerde ambtenaar. Het aanmeldingsformulier voor verplicht verzekerden voor nieuwe aanmelding gepensioneerde ambtenaren. Een geldige legitimatiebewijs, ID-kaart, rijbewijs of paspoort. Een pensioenverklaring of pensioenbeschikking van het Pensioenfonds Suriname. Benodigdheden van de onderstandsgenietende. Het aanmeldingsformulier voor verplicht verzekerden voor nieuwe aanmelding onderstandgenietende, een geldig identiteitsbewijs, ID-kaart, rijbewijs of paspoort, een onderstandsbeschikking van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij inschrijving van gezinsleden zijn de volgende bescheiden of documenten nodig. Het familieboek bij echtgenoot of echtgenote, wettige, gewettigde of erkende kinderen, stiefkinderen, natuurlijke kinderen. Een SZF-uittreksel in geval van concubine of concubaan. Pleegkinderen, stiefkinderen, studerende kinderen 21 jaar tot en met 26 jaar. Een schoolverklaring in geval van studerende kinderen 21 jaar tot en met 26 jaar. De schoolverklaring van een min of erkende instelling welke ondertekend moet zijn en afgestempeld door het schoolhoofd of de directeur en is geldig gedurende het schooljaar zoals aangegeven op de verklaring. Een geboortebewijs of akte bij pasgeborenen indien nog geen familieboek aanwezig is. Een voogdijbeschikking in geval van kinderen die middels een rechterlijke beslissing onder het gezag van de hoofdverzekerde staan. Een verklaring van het Bureau Familierechtelijke Zaken, BUFAS. Hierin geeft het bureau aan dat plaatsing van het kind in het gezin van de hoofdverzekerde haar instemming heeft. Is het tijd om uw SZF-premie te betalen? Maak dan gebruik van onze SZF online diensten. Bezoek de SZF-website www.sztf.sr. Kies jouw bankinstelling en maak het premiebedrag over. Vervolgens stuurt u uw betalingsbewijs naar een van onze WhatsApp-nummers. Geef in het bericht ook aan op welk telefoonnummer u de SZF-kaart wenst te ontvangen. SZF online diensten. Op afstand, maar toch dichtbij. Een gezond SZF. Dat kan. Voor het indienen van een restitutieaanvraag zijn de onderstaande documenten nodig.
een geldige SZF-kaart van de verzekerde, een verwijsbrief van de huisarts, röntgenformulier of labformulier indien nodig afhankelijk van de soort verrichting. Brilvoorschrift van de oogarts, dat is bij opticien restitutie aanvragen, een deugdelijk betalingsbewijs en een geldig legitimatiebewijs, ID, paspoort of rijbewijs van de indiener en de indiener dient ouder dan 21 jaar te zijn. Let wel, het SZF vergoedt uitsluitend kosten die zijn gemaakt gedurende de geldigheidsduur van de verzekering, de geldigheidsduur van de SZF-kaart. Medische kosten die voorkomen op de SZF-verrichtingenlijsten en de SZF-klapper worden vergoed op basis van het tarief en de voorwaarden die overeengekomen zijn tussen de zorgverlener en het SZF. De kosten van medisch noodzakelijke behandelingen worden vergoed. Notas van gemaakte zorgkosten worden door het SZF in Surinaamse dollars uitgekeerd. En medische kosten gemaakt in het buitenland zijn voor eigen rekening tenzij anders beoordeeld. Een deugdelijk betalingsbewijs is voorzien van de familienaam en eerste voorletter van de verzekerde, het SZF-nummer en of de geboortedatum, het stempel en of logo en de handtekening van de dienstverlener of kassier. Het bedrag is in Surinaams courant in letters en cijfers. De omschrijving waarvoor het betaald is, in geval van brilkosten, moet de sterkte vermeld zijn. Datum van betaling en behandeldatum. Let wel, de geldigheidsduur van de nota is 2 maanden en wel uitgaande van de laatste notadatum. Wanneer mag u van arts verwisselen? Om van huisarts te kunnen wisselen moet u minimaal 6 maanden staan ingeschreven bij een huisarts. De uitzonderingen hierop zijn de volgende situaties. Bij verhuizing van een verzekerde, let wel, een verhuisbiljet moet aangetoond worden. Bij verhuizing van de huisarts. Bij beëindiging van de overeenkomst tussen het SZF en de huisarts, bijvoorbeeld bij overlijden van de arts, bij detachering van de verzekerde, bewijs daartoe overleggen, en bij verstoorde relatie tussen patiënten en dokter. Het kan gebeuren dat een huisarts een bepaalde reden heeft om uw verzoek tot inschrijving niet te honoreren of om u niet meer als een bij hem of haar ingeschrevene te handhaven. Het SZF zal hierover met u in overleg treden. De maand mei is de Hypertension Awareness Month. Dat wil zeggen dat de hele maand mei over de hele wereld op de gevaren van hoge bloeddruk wordt gewezen en hoe het kan worden voorkomen. Hoge bloeddruk is de grootste risicofactor voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en de belangrijkste doodsoorzaak in Suriname. Ook de combinatie van hoge bloeddruk met suikerziekte, diabetes en een hoog cholesterolgehalte kan fataal zijn. Het is daarom van belang dat mensen regelmatig hun bloeddruk meten en controleren, zodat ze op tijd behandeld kunnen worden. Hoe wordt uw bloeddruk correct en nauwkeurig gemeten? Praat niet tijdens de meting. Steun de arm op hartniveau. Zet de band om de blote bovenarm. Gebruik de juiste, niet te kleine of te grote band bij het meten. Zet uw voeten plat op de vloer. Niet laten bengelen. De benen niet kruisen. Niet met een volle blaas de meting doen. Maak eerst gebruik van het toilet. Zit met de rug tegen de rugleuning. Een rechte rug. Uw gezondheid is uw prioriteit. Gezond eten en dagelijkse half uur bewegen houdt u fit. En hoe prettig is het niet
als je voor het bewegen niet uit huis hoeft te gaan. Doet u sportief mee? Hi allemaal, welkom bij onze tweede aflevering. Ik heb niemand minder dan Bjorn Sjakjesson met mij. En vandaag doen we weer een ander pas die je altijd bij een fitness training nodig hebt. Yes? We doen nu? Yes, kijk eens naar voren. 6, 7, 8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Met vier aanspannen. 8. Bye bye. Yugo sontu, na outu mi farantuortu. Yu veiligheid, na outu mi verantwoordu. Yugo sontu en yu veiligheid, na unu verantwoordu. Tap afstand vanuit yu osso of rokopresi, yu kan sit yu tori nanga SZF online diensten. Yu naf kong na SZF kantoro fu verleng yu karta. Zet je ontheffing of schrijf je in. Je kan bel of sinwamboskopen via Facebook, e-mail, noso WhatsApp. SZF of zetting you. Je kan bel tapa telefoonnummer 134 voor actie moro info abra de SZF online diensten. SZF online diensten. Give me nanga you. Een gezond SZF. Dat kan. De Stichting Staatsziekenfonds, het SZF, maakt hierbij bekend dat vanwege bijzondere omstandigheden haar hoofdapotheek aan de Fred Derbystraat op zaterdag 25 mei 2024 en zaterdag 1 juni 2024 gesloten zal zijn voor het publiek. Graag uw begrip hiervoor en onze verontschuldigingen voor het ongemak. Houdt u de wachtdienst van dit weekend in de gaten. Dit doet u via het service nummer 148, onze website, Facebook en Instagram pagina's en onze mobiele applicatie SZF Connect. De wachtdienst, een public service van uw trouwe zorgpartner, het SZF. Voor meer informatie kunt u contact maken via het nummer 134. Dit was SZF Magazine voor deze week. Wij bedanken u voor uw aandacht en zeggen graag tot de volgende week voor een nieuwe aflevering. U aangeboden door uw trouwe zorgpartner, de Stichting Staatsziekenfonds. Gezond SZF. Dat kan.